en ik klik echt zo droog als ik het door de stream hoor. Holy fuck. Ja, dat was het ook. Dat was ook echt super droog. Oftewel, echt zo van ruipend van sarcasme, alsof het helemaal niks voorstelt. En dat klopt, want het was een kerel met een tricolor met geen goede heroes. Oftewel, ik had ook niet. Volgens mij was echt dat stream van zijn eerste constructie. Dat was wel akker. Oké, Snorlax Mine. Komt u maar, Snorlax. Jij speelt Enchantress. Dus CM. Wat is dit? Dit is groene combo, alleen zonder Drow Ranger. Terwijl de combo afhankelijk is van Drow, dus dit is een ander deck. Wat? Oh wow, dit is Ogre. Arme Ogre. Poor Ogre. Poor Ogre, dude. Kan hij niet. Nou, ik ga nog even een keer mijn mail checken en kijken of ik al enigszins een indicatie heb voor hoe laat het zekere morgen komt. Don't help, hey. Mid, I like creeps. We kan hij. Nu is de vraag, heeft hij Tower Barrage? Hij heeft initiative, dus... Nou wacht, hij heeft geen blauw hier. Dus we kunnen Prey on the Weak spelen. Wait, ik had toch een... We kunnen wat doggo's maken. Druk zetten. Ik heb alleen maar blauw vast. Beetje akker. Hoe gaat Northgard, Thomas? Wow, deze is, wordt gefarmd. Oh, ik heb hier gewoon een Iron Mine staan. Wat de heck ben ik aan het doen? Ik heb het al een tijdje niet meer gespeeld. Dit is free armor voor Brusselbonk. Drie doggo's. Drie doggo's. You're kind of bad, Kappa. You can't stop the dire. Kappa, want is you're kind of rude. Dat is correct. Wat gezien, Thomas? Ben ik bang voor een aanval in de winter of ga ik gewoon lekker? I'll use this well. Ik heb mijn voedsel nog, denk ik. Oh, ik kan upgrades voor mijn town center doen. Nee. Trouwens, Twan. Yes. Breath of the Wild heeft toch een normale ending en een true ending? Correct. Hoe weet je wanneer je de true ending hebt? Oh, dat weet je. Wacht, even, ik moet even iemand wat had je na de credits? Had je iets na de credits, punt. Had je het bloemenveld. Alleen een bloemenveld. Ja, ook met Link en Zelda die met elkaar kletsen. Dan heb je true ending. Oké, een andere vraag. Heb je alle memories? Ja. Yeah. Heb je alle Divine Beasts? Ja. Yeah. Dan heb je True Ending. Oké. Maar je moet die allerlaatste memory zien, dat je de hele quote-unquote story hebt gereveeld. Oh ja, hoe je dood ging. Juist. Soort van, oké. Ja, dan heb je al je, want dan is al je geheugen terug. Dus dan heb je True Ending. Dan herken je haar als aan het einde van het spel, daar komt het op neer. Ja, omdat Link toen natuurlijk niet echt iets zei. Maar ja, het is Link. Maar het is Link. Het is, yeah. Hij geeft hem de looks. Ik zou jou eens een look geven. Een mean look. Of een... No. Ik weet al precies wat voor look dit gaze. Is. Nee, hij trekt nou één wenkbrauw op. Ik voel hem al kijken. Oeh. Thomas, alsjeblieft, hou op. Ik moet het hier wel droog houden. Oh, die is agressief aan het... Oh, hij is aan het scouten. Oké. Prey of the Week geeft mij twee doggo's. Weinig. Building with no workers, dat klopt. You play Stonehall Elite and get 25% arrow to the right. Pok, champ, easy RNG. Makkelijk spelletje. 25%. Hij heeft Thunderstorm. Waarom ben ik niet verrast? Dat is toch leuk? Op het moment dat je dan dingen door hebt en zo, hè? Het spel is natuurlijk gewoon zomer-winter-cycli. En in de zomer produceer je meer voedsel en in de winter zeg maar, heb je veel meer voedsel nodig en produceer je minder voedsel. Okay. Zeg maar wat dan soort van het eerste logisch is wat je doet, is dat je in de winter als zoveel mogelijk mensen voedsel neerzet om maar zo min mogelijk te verliezen. Maar eigenlijk moet je zoveel mogelijk in de zomer voedsel zetten, want dan produceer je het meeste. En de winter... Slaan voor de winter.
precies, in de winter zo min mogelijk gebruiken om gewoon maar lekker op die voorraden van je te leven. Dat is hoe de echte leven werkt. Exactly. Ja. Voor is dat niet mensen gewoon in de, die niet in de 20ste eeuw zitten. Is dat niet zeg maar gewoon studentleven? Ja. Bijna wel. Weet je wel, aan het begin van de maand doe je één keer boodschappen en dan ga je daar de rest ga je daar van de opteren. Voordat je weer geld hebt. Twee. Relatable. Terwijl jij woont thuis. Niet voor mij, maar voor je. Ik heb genoeg verhalen gehoord. Oh, ja, waarom? Oké. Okay. Thuis die hangen. Thuis, Blink dagger! Dat ik dood al opstartte. Blink dagger in de secret shop is so fucking value. Ik weet niet wat of je het kan zien, maar deze kaart. Die active is insane. Ja, snap ik. Want naast Blink Dagger is de enige lane mobility is heroes dood laten gaan. Of een lucky zijn en dat je een typisch scroll krijgt. En dat is 1 op 4 in de sideshop. Wauw. Dat is 1 op 4 per ronde. Want je hebt typie, je hebt heal 6, normale flask. Je hebt healing flask, heal volledig. En je hebt potion of knowledge, dus draw card. Dus 1 op 4. Oh, ja. Dus ja, 1 op 4 dat je 1 hero terug kan porten. Of je haalt blink daggers op iedereen en je. En je hoppelt de hele tijd en weer, ja. Juist, wanneer je het nodig hebt natuurlijk. En het schot plus 2 damage. Oh, nee, dat is ook wel netjes. Maar dat is hetzelfde als een short sword, alleen. Incoming nerf. Ik hou verder wel voor van je, blauwoog. Hè? Huh? Ik hou verder wel van je hoor. Ja, is dit voor de blink dagger? Oké. Okay. Oh, dat is een goede Thunder Gods. Bijna. Wouter, ja, waar heb jij in godsnaam die Rubik Cape vandaan? Luk. Uit de chest had die keer geluk. Heel veel geluk. Ah, dat is een je wilt niet weten hoeveel geluk eigenlijk. Ja, ik heb lopen huilen toen hij dat unboxte, joh. Oh. Bijna wel. Ja, ja, het was zo, want toen was die... Het was eigenlijk al voorbij dat je die chest nog kon kopen of halen, zeg maar. En toen had je hem uit de chest gefixt. En toen was maar een van mijn laatste chests die ik nog had. Van toen TI of zo, inderdaad. En toen kwam die daar eruit. Ik denk 6 of TI5. Nee, dit is 5 kunnen zijn. Ik weet niet meer. Het was geen major. Nee, het was wel TI. Was geen major. Of het was, nee. Was het niet de lente of zo? Ik weet het niet meer. Kan best, het was geen TI. Ik ken alle TI-chests in mijn hoofd, het was geen TI. Het was geen TI. Dan was het een val of een spring chest. Waarschijnlijk dan, ja. Staat, dan kan je gewoon bij die cape opzoeken. Hoe heet die cape? De Golden Ornitements ofzo. Of Rubik Golden Cape. Want je zilver en als je had de gold. Golden Ornitements. Ja, Ornitements. Nou, je hebt hem gevonden. It's identical to the Gordon Ornitements and Mantle of the Benefactor. Fall Treasure 2015. Ah, ja. Okay. Nee, hij heeft later in Trust of the Benefactor sets gezeten. Als ultra rare. Ja. Wouter heeft gewoon de OG cape. Ja. Hij is ook niet meer marketable. Dat is wel mooi. Echt niet? Oh, ik ben echt vet, ik wil echt. Want ik kan wat hem heeft deze niet creep verkopen? Voor capsones, dude? Deze creep wil niet naar de toren, Mick. Hij wil alleen maar op andere creeps. Like, I am creep, I farm. Creep. Hij heeft berserkers call of the top. Ik heb alleen maar blauw vast in de hand. Dat is niet leuk. Als 2/5 van je deck blauw is en je draait alleen maar blauw. Peppenhandjes. Ugh, blauw, de lelijkste kleur. Hou je mond. Dat is gewoon. Blauw is een meisjeskleur. Ja, een roze is jij voor bent heren. Een meisjeskleur. Roze is voor echte mannen. Roze is voor echte mannen, ja. Ik bedoel, nee, even, als er iets is wat echte mannen is, dat is zo'n lelijke zalmroze polo. Huh.
God, je weet wel welke kleur dat is. Je weet die klote dingen! Die klote dingen! Weet je wel, en die hebben dan een korte broek net boven de knie van die sneakers, zo'n zalmroze polootje ingestopt en dan zo'n zonnebril op. Nee, dat noem je niet roze, dat noem je mijn vader is een advocaat. Ja, dat is niet zo noem je dat. Mijn vader heeft geld, heet dat. Ja, dat. Daddy's dat money. God damn. Nee, maar... God bless you. Het is wel echt advocaten zo, want het is ook wel echt dat ego ook en alles. Ja. Zonder wel leven advocaten pleegt. Zeg maar, haartjes naar achteren. Nee, of mijn vader is belegger, weet je wel. Kan ook, ja. Kan ook. In het geld kan nee, ook, maar, ja. Ja, hij is zo'n hele zieke zakenman en dan kunnen ze vol Dracomorfides zijn. I'm gonna tell my father about this. Ja. Yeah. Maar Blauwoog, ik ga even educational zijn voor jou, voor je stream. Oké. Okay. Want historisch gezien was het de bedoeling, volgens marketing divisions van verschillende companies, dat blauw gemarket zou worden als een meisjeskleur en roze als jongenskleur. En dat is ook een tijdje gedaan, alleen is dat een door de jaren heen omgedraaid. Ja, so, het is een beetje. Can you source that? I want to see that source. Dat is wel waar. Ja, hier. Thomas is mijn source. Thomas is mijn source, dat is geen source. Nee, maar het is legit wel zo. Dat, zal ik dat in mijn master thesis zetten? Ja, omdat hij het zei. Omdat hij als het bron. Zei, ja. Dat is jouw bron, ja. Oh, mijn buurman Henk, hij weet er alles van. Ja, maar kijk, als jij zegt als bron de enige echte sliver, als jouw bron de enige echte sliver is, dan... I mean... Dan is je master thesis al meteen compleet. Dan hoef je niks meer te doen. Deze enige. CM, je wordt geduweld door Axe. Yikes. Wat doet CM dan eigenlijk? Extra mana? Niks. Die is een 2-5, dat is echt de slechtste statline in de hele game. Ja. Yeah. Maar haar passive is: de eerste keer dat je een spel speelt in een lane, geef je toren plus 2 mana. Voor die bird. Maar dat is niet echt wel. Restore 2 mana krijg je terug. Dat is het. Dus voor de eerste keer dat je spelkast in lane krijg je toren 2 mana terug. Maar dan moet CM leven. Dat is best wel een nutteloze ass spel. Ja. En dan heeft ze nog 3 mana, disarm iemand en doe 2 damage. Redelijk weak. I'm weak. Waarom heb ik alleen maar blauw in mijn hand? Dude, ik boy, heb... Oh boy, oh boy. Waar zijn mijn rode kaarten? Kijk nou naar dit. Ik vind het zo leuk, want ik heb helemaal niks gezien van artefacts, dus ik heb ook geen idee. Ik heb 24 rode kaarten in mijn deck, 16 blauw, en ik heb echt 3 rood en 20 blauw getrokken tot nu toe. En mijn blauwe heren zijn altijd dood, want die zijn squishy. Dat is echt niet oké. Okay. Je wil gewoon Oh, rode heren zijn zeker strength heren, zoals LC en shit. Ah, kijk. Je boy kent Dota wel. Nee, het is niet zo extreem. Ja, want Triumph Protector is groen, dus... Black is Afrika. En Shantra's ook. Wow! Black is Afrika? Mr. Rains down in Afrika. Mocht stream hem de eerste keer niet gehoord hebben. Dus het nu gehoord. Do you bless the rains down in Africa? Wat? Wat? The fuck? The fuck just happened? Oké. Okay. Do you say God bless to the rains down in Africa? Waarom deed ik dat? Ik ga die lane annihilaten. Mijn Faceless Void is pre-0 minuten gewoon geabandoned. Had zoiets van, nee, geen zin in deze game. En die kost ik. Jason Recorder, Rex Adventures. Man. Bij de toren. Die toren, ja, gaat me om dit andere. Hij kan Annihilation hebben. Who's hier? Anna hier. Heb ik initiatief? Ik kan ook gaan voor de 80. Dan gaat Brissel hier. Juist, ja, dat precies. Gelukkig viel je helemaal niet weg 3 keer in die zin. Nee, niet.
tijd om daar foresights te casten. Wouter vond hem moderately grappig. Wouter liet een chuckle-worthy, maar... Ja. Ik probeer te begrijpen wat er gebeurt, oké? Okay? Oh, deze topkek. Kijk naar deze kek. Is hij de toppest of keks? Het is de berserkers of Kals. Die bij de Blue Heroes molt. No friendly fire. They both survive. Hey maar blauwe oog, link je stream dan. Hey, Hubber. Het brandende ziel. Ik vind het ook mooi dat we even gewoon mijn gamertag hebben getranslate naar het Nederlands. Alsjeblieft. Tof. Twitch Blue Eye Boys. Hoeveel viewers heb je? 3. Ik. Nice. Nee, je hebt er 1. Zoals Wouter is gekapt met kijken. Hij is like, fuck this. What does a hero truly mean? What does a hero... Een Reftel Signa ring. Waarom zijn mijn mensen unhappy? Omdat ze ziek zijn. Okay. Stoppen met ziek zijn dan. Ja, dat is ziek grappig. War is coming. Oké, okay, Bolt of Damocles, het doet niet. Maar dat was een experiment. Wat vind je van mijn hand trouwens met... Jezus, alleen dat is blauw. En je moet een blauwe hero hebben om die te kunnen spelen. Terwijl dat is deze, blauw. Ik kan hier alleen maar rode kaart spelen. Of items. Je hebt een rode kaart. Ja, eentje. Die wou ik ook spelen deze beurt. Dat maakt ze heroes... Omega zwak, maar dat waren ze al, want het is blauw. Het is vooral dat die mana van zijn toren daardoor weggaat als hij dat speelt. Nog een Thunder High. God fucking ass, dude. Ja. Ik snap ook echt precies niet wat er gebeurt in dit geval. Het is echt de eerste keer dat ik gameplay van deze game zie. Kijk, dus je hebt 3 lanes. En je moet of 2 towers pakken of een tower en een ancient. En hij doet nu 40 damage op mijn ancient, dus volgende beurt pakt hij mijn ancient. Moet ik zo snel mogelijk de tweede lane, want deze lane is, meenemen. Maar als zij Annihilation heeft, dan is het Etogigi. Ik moet eigenlijk, als hij dat doet, moet ik de Zeus in deze lane leggen. Ik moet de TP bewaren voor ze. Yep. Oké, we have a game plan. Als hij links annihilate ik middel en dan zijn alle lanes dood. Maar hij speelt Thunderstorm. Nee, ik dacht dat ik meer schapen had. Ik denk niet dat hij de kaarten vermoeden. Dat zijn 4 schapen. Maar eerst gaan we de kaarten pakken. Het is echt raar. Ik hoor mezelf nu gewoon op stream. Het is apart. Kom op, pas nog een keer, mijn beste jongen. Kaartje voor mij. Kaartje voor... Alleen maar blauw, by the way. Da-da-da-da. Legion gaat hier naartoe. En Zeus sturen we naar base. En de Kree pakt de toren. Keep in de creep! Monka S, Monka S. Tower dead. Fertile land. Nice. Verlies je niet gewoon nu meteen. Als ik initiative heb en mijn Zeus overleeft, kan ik midlane Annihilation casten en dan gaat alles dood in mid. Oké, hij speelt geen Annihilation. Okay. Tenzij ik nu links lethal damage kan providen, waar het er niet op lijkt. Alhoewel, wacht. Dit kunnen wij fixen. Wat is mijn game? Building is full, kan maar 3 mensen in, hopt. Om proppen, jongens. Kunnen we nou gewoon eens een keertje axe lekker bellen? Meer druk zetten. Kunnen hem duelen. Dat doet 10 damage bij, is dat... Dan missen we nog. David hem. Hij is hier. Doe hem.
my face. En break hem down. Never gonna heal you up. Never gonna break you down. Gelukkig speelt hij geen Drahau Ranger om met de silence. En ook geen insta-kill op de Zeus. So we're good. Dit is waarom je Drow Ranger speelt. Dan speel je hier Gust en is de game over. Oh wel, 36. Bol. Ah, there's many creeps you got here. Wait, that's... It would be a shame. Wanneer je enemy team weigert te... Oh, wacht, heb ik dan. Dit zijn veel units. Training force nodig. Is dat een wilde Oké, doei dus. Oké, are we dead? Slanka, are you dead? Oh boy. For me. Are we human? No, we are dancer. Most definitely dancer. Most decent, most. But at what would at any cost? 6 op alles. Wat het dan? Ja, ik heb nog een duel. Dus ik moet eerst een blink dagger equippen. En dan de 3 en duelen. En dan gaat de 8 damage weg. Nat is dat thans. That should be enough. Oké, dan gaat de Treant niet dood, want hij heeft nu 1 armor. Dat is dus. 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 Ik moet. De creep duelen. Hij heeft geen mana meer. Ik bedoel, this should do it. Hij heeft ook geen weapon. Het is al plus 4 attack. Geen betere weapon. We drew all this. Ja. Maar 4 regen. Overleeft hij dit niet? Door de regen? 15 seconds. Volgens mij overleeft hij dat door de regen. Maar dat... Dit is safer. Dit is gewoon safer. Ik weet niet hoe dat werkt. Dus dit is safer. 38, oh. Komt u maar. Zoveel blauw vast. Ja, dat weet ik dus niet. Regen alleen werkt op combat phase. Ja, oké, dat werkt alleen bij combat phase. Dus ik had ook deze kunnen duelen en had hij geen mana meer. Of bijvoorbeeld Stars Align. Maar was dat niet eigenlijk beter geweest? Ja, maar dat ik wist niet zeker. Maar nu heeft hij in principe een out met Stars Align into een creep die Siege heeft. Oké, okay, relive. 2 AP op de Ancient. We're fine, boys. Nix en Heintje. Helemaal niks aan de hand. Klinkt alsof je echt vet hard aan het verliezen bent. This is fine. This is fine. Ja, yeah, we all know that meme, boy. This is fine. 2 HP eentje. We all know what that looks like. Nou, het is nu 3 HP, toch? Nee, die plus 1 was voor mana. Oh, fuck. Oh, ja. Yeah. Put Axe hier als hij een tweede friendly fire heeft. Dat uitmaakt. Ah, ik had X links moeten zetten, maar hij zet dubbel blauw links. Ogerly. Waar is de ogre? Heeft iemand de ogre gezien? Oh, daar is hij. Daar is de Zeus. Wow. Oh mijn god. Monkey King tegen een Huskar. In de midlane. Tower barrage. Oh nee. Ik heb niet genoeg damage. Oh wacht. Pew! Raaah! Okay. Pew.
okay there? We won. Easy clap. What the hell? Never worried. What the hell just happened? Dat was een 10 mana, doet 20 damage op de toren.